Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza opgenomen op maandag 24 juni. Het wordt vandaag weer een snikhete dag. De temperatuur loopt op veel plaatsen op tot boven de 30 graden. Er zijn wel wat wolkensluiers en af en toe heeft de zon het daar eventjes moeilijk mee. Vanochtend wordt het al snel zo'n 24 tot 28 graden bij een matige wind uit oostelijke richtingen. En vanmiddag kan het dus op de meeste plaatsen meer dan 30 graden worden. Aan zee kan er later wel een zeewindje opsteken en dat zorgt dan voor enige verkoeling. Ook vanavond blijft het nog lang warm met temperaturen ruim boven de 25 graden. En de minimumtemperatuur ligt vannacht zelfs op veel plaatsen boven de 20 graden. Morgen opnieuw een zeer warme dag. Er zijn weer wat wolkensluiers, maar de zon heeft daar weinig moeite mee. En smiddags wordt het 31 tot 36 graden. Er waait een matige wind uit oostelijke richtingen... Later in de middag gaat de wind aan zee vanaf het water waaien en komt er wat verkoeling. Woensdag waait de wind uit het noorden, en dat betekent minder hoge temperaturen. Met name in het westen en noorden wordt het minder warm, in het zuidoosten kan het nog tropisch worden. Ook donderdag en vrijdag is er veel zon, met temperaturen over het algemeen tussen de 20 en 29 graden.